Open your eyes. De kambo maandcyclus. 3 keer 3 kambo's, 3 keer in een maand, 3 op een dag, 3, 3, 3. Ik word er bijna verdrietig van. Je kunt ze allemaal proberen, maar we hebben de afgelopen 10 jaar enorme successen behaald met de maandcyclus. Als je het op deze manier doet. 3 kambo's in bijna 3 maanden. Kambo 1. Binnen 28 dagen de tweede. Kambo 2. Binnen 28 dagen de derde. En kambo 3. Echt wel even fijn hoor, voor bijna 28 dagen er vanaf te zijn. Wanneer je dat ga ik nooit meer doen gevoel even kwijt bent, op dag 2 dus, na de kambo, dan wil je heel snel weer, god damn, wat voel ik me goed. Op die 28 dagen manier is er elke keer net voldoende tijd om de transformatie tot zijn maximale te laten zijn. Te doorvoelen, doorleven, ervaren, bezielen, beleven, doormaken, ondergaan, overleven, meemaken, uitstaan, door je Panama heen te breken. Nee, niet Panama, want dat zegt iedereen, Panema. En dat wordt vaak uitgesproken als Panama. Een bijzonder proces waarbij je jezelf tegenkomt en enorm veel van leert. Je hebt het nodig om zo te herkennen in jezelf waar je mag veranderen. En keuzes te maken in plaats van te nemen. Check mijn vlog nummertje 89. En dat is wat er gebeurt tijdens een maandcyclus. Enorm veel veranderingen. De transformatie van de zelf. Of eerder gezegd, word je eindelijk jezelf. En wij bij Kambo Thuis hebben gemerkt, dat gaat het allerbest als je de maandcyclus begrijpt. En op deze manier doet. Want het wordt meestal misbegrepen.